De Stichting Haags Bevolkingsonderzoek op Tuberculose heeft sinds kort de beschikking over een onderzoekwagen die op verschillende plaatsen in de stad wordt opgesteld. Hierdoor wordt het voor het publiek veel gemakkelijker zich op TBC te laten onderzoeken. En van deze mogelijkheid wordt een zeer druk gebruik gemaakt. De onderzoekkaart wordt meegefotografeerd in het röntgentoestel waarmee een foto van de borstkas wordt gemaakt. In deze wagen is men in staat om per dag van ongeveer 600 mensen foto's te nemen. Diep inademen. Adem inhouden. U bent klaar. De röntgenfoto's worden later op het bureau van de Stichting HBO nauwkeurig door artsen bestudeerd. In de afgelopen 3 jaar werden ruim 250.000 Hagenaars onderzocht. Bij ongeveer 8% werden voor het merendeel lichte, maar soms ook ernstige afwijkingen aan de longen en aan het hart geconstateerd. Hoewel de tuberculose in ons land geen volksziekte meer is, blijft waakzaamheid van het grootste belang. De in Den Haag in gebruik genomen onderzoekwagen vergemakkelijkt een geregelde controle, vooral ook omdat deze auto als het ware bij de mensen aan huis komt.